Burgemeester Tania de Jonge, de rugzak vol troost, jullie waren daar meteen enthousiast over. Ja, absoluut. Als burgemeester in mijn kennismakingsronde heb ik toch ondervonden dat de twee personeelsleden van de politie bij de sociale cel enorm bezig waren met de nazorg van slachtoffers, maar ook de nazorg van kinderen die het slachtoffer zijn van een dodelijk ongeval, van een zelfdoding of van een ander feit die ernstig is binnen de familie. En meteen zijn wij ook op zoek gegaan naar middelen. En ik moet toegeven dat het college maar één woord nodig had om te zeggen, die ondersteuning moeten we absoluut bieden. Als er hulpmiddelen zijn om kinderen te helpen verwerken dat ze geconfronteerd worden met zo'n zwaar drama. Ja, want vaak wordt politie ook vereenzeldigd met interventie, maar ondersteuning, meewerken aan het verwerken van rouwen, dat is ook belangrijk. Ja, zeker en vast. Dus wij merken dat kinderen vaak een rouwproces op een andere manier beleven. En een politie die maar eventjes komt om te melden dat een papa of een mama of een broer of een zus omgekomen is, om op het even welke manier, wel, dat is niet zo evident. En zij hebben wel de capaciteiten om dat op een goede manier aan te brengen, maar deze rouwkoffer biedt eigenlijk uitstekende hulpmiddelen om het kind op zijn creatieve manier deze zware drama's te leren verwerken. Dus het is een heel mooi project. Joke Berben, politieagenten op het terrein worden vaak wel geconfronteerd met erge situaties, maar ik kan aannemen dat slecht nieuws brengen aan nabestaanden van slachtoffers, dat dat toch een heel zware opgave is voor jullie. Ja, dat klopt inderdaad. Nu, ik werk momenteel 4 jaar voor de sociale cel van de politie. Maar daarvoor heb ik ook 9 jaar interventie gedaan. En wij hebben gemerkt, en ik vooral doorheen mijn carrière, dat de slecht nieuwsmeldingen, maar eigenlijk alle tussenkomsten, zowel voor politiediensten als voor hulpverleners, waarbij kinderen betrokken zijn, toch de tussenkomsten zijn die het langst blijven hangen bij politiemensen, bij hulpverleners, bij iedereen wie met kinderen in contact komt eigenlijk. En in onze slecht nieuwsmelding hebben wij wel gemerkt dat er een nood was aan een tool die wij konden meenemen op de baan om die slecht nieuwsmelding te brengen. Omdat wij gemerkt hebben dat kinderen op heel andere manieren daarmee omgaan als volwassenen. En jullie zijn dan in contact gekomen met Katrien de Dekker? Ik verwelkom natuurlijk ook Katrien de Dekker, een beetje de trekker van dit project. Natuurlijk onze sociale cel onder leiding van de commissaris, die toch heel... Katrien de Dekker, jij hebt dat bedacht. Wat houdt dat in die rouwrugzak? En vooral ook, waarom heb je dat bedacht? Ja. Wel, ik ben gecontacteerd geweest door de sociale dienst van de politie, omdat zij toch heel wat vragen hadden als zij slecht nieuwsgesprekken moeten doen. En dus zij waren eigenlijk op zoek naar wat ondersteuning om met kinderen en jongeren om te gaan als zij slecht nieuwsgesprekken moeten doen. Ik heb mezelf verdiept in dit onderwerp naar aanleiding van het overlijden van een goede vriend, Jeroen. En als vrienden van Jeroen zijn wij eigenlijk een vereniging gestart, de Vaquero Friends. En zij hebben mij 5 jaar geleden de kans gegeven om een grote rouwkoffer te maken. Ik heb er toen 3 gemaakt eigenlijk in samenwerking met VZW Emmaus. Het idee is om kinderen en jongeren een taal aan te reiken om met verlies en verdriet om te gaan. Want er bestaat toch ook nog heel wat onwetendheid over rouwen. Mensen zeggen soms goed bedoeld van je moet het loslaten of het gaat wel over. Maar rouwen is, verdriet is altijd de keerzijde van liefde en dat kan je niet loslaten. Je kan er wel leren mee omgaan. En dat is eigenlijk een beetje de bedoeling van wat er hier in die rugzak vol troost aangereikt wordt. Er zitten heel wat boekjes in. Verhalen kunnen helpen om een gesprek aan te gaan met kinderen. Er zitten heel wat boekjes in van boekenschrijfster Nathalie Srosse, omdat zij er toch echt wel in slaagt om die taal aan te reiken, om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Zo zit er bijvoorbeeld De Visjes van Oceaan in,
Dat is een klein boekje om zelfdoding bespreekbaar te maken. De Wensbloem is ook een boekje van haar om een onverwachts ongeval bespreekbaar te maken. Zij heeft niet alleen heel wat boekjes geschreven, maar zij is ook eigenlijk initiatiefneemster van de organisatie VZW Talismanneke, die heel wat projecten aanbiedt, gemaakt heeft om eigenlijk met kinderen te werken aan die veerkracht. En die rugzak is echt samengesteld met heel praktisch bruikbare zaken die hulpverleners, politieagenten, inspecteurs kunnen echt aanwenden om kinderen een slecht nieuws te brengen. Ja, ik heb samengezeten met de mensen van de sociale dienst. En ik heb echt geluisterd naar wat zijn de noden, wat zijn de vragen waar jullie mee worstelen. En van daaruit zijn we dan gestart om echt heel praktisch materiaal aan te bieden. Er zit onder andere een informatiebrochure in met heel veel links naar verschillende organisaties, dienstverleningen. Omdat dat ook een vraag is dat heel wat mensen hebben. Waar kan ik terecht? Er zit een korte uitlegduiding in over hoe kinderen rouwen. Er worden een aantal praktische doe-activiteiten aangereikt, dus het is echt heel praktisch. Maar ik wil toch wel even onderlijnen dat niet alles voor elk kind werkt. Het is geen wondermiddel, het is geen op... Je moet eigenlijk vooral ook gaan kijken naar wat heeft dit kind in kwestie nodig. Ja. Want sommige boekjes zullen werken bij sommige kinderen, andere kinderen niet. En ik raad dan ook altijd aan, vraag aan het kind in kwestie, wat kan ik voor u betekenen? Ja, die rugzak vol troost is eigenlijk een beknoptere versie van Katrien de Dekker, haar rouwkoffer. Waar dat specifiek de zaken in zitten die wij kunnen gebruiken tijdens de slechtnieuwsmeldingen, tijdens eigenlijk het eerste contact met de kinderen die een mama en papa zijn verloren naar aanleiding van heel uiteenlopende ongevallen. Dat zijn verkeersongevallen, ook arbeidsongevallen, zelfdodingen en eigenlijk alle onnatuurlijke overlijdens. Het zijn heel praktisch bruikbare zaken, zie ik. Knuffels, stenen met tekst op, boekjes, infobrochures. Ja, dat klopt. Wij hebben gemerkt doorheen ons slecht nieuwsmeldingen dat kinderen vaak iets tastbaar nodig hebben. Kinderen in verschillende leeftijdscategorieën rouwen op andere manieren. Daarom dat er voor de kleinere kinderen zit er een knuffelmuisje in met grote oren waar dat ze al hun zorgen kunnen aan vertellen en dat muisje kunnen ze overal meenemen en hebben ze eigenlijk iets tastbaar voor troost bij te gaan zoeken. Voor de jongeren hebben we dan steentjes waar dat teksten op staan die zij zelf kunnen kiezen, die een tekstje dat hun nauw aan het hart ligt of die waarmee zij kunnen connectie leggen met de persoon die zij verloren zijn. Er zitten inderdaad ook boekjes in. Die boekjes zijn eigenlijk meer een tool voor de ouders om het overlijden bespreekbaar te maken. Die rugzakken, want er zullen er wel meerdere worden waarschijnlijk, zullen dus zeer goed gebruikt worden bij de politie, neem ik aan. Ja, dat klopt. Dat is zeker een vaste bedoeling. Het is ook zeker onze bedoeling om die altijd mee te nemen als we de slechtnieuwsmeldingen moeten gaan uitvoeren. En dit heeft zijn nut en zijn zin al bewezen? Dit is vandaag de inhuldiging ervan. Het heeft zijn nut nog niet bewezen, maar ik ben er zeker van dat heel... De grote uitgebreide versie heeft zijn nut al bewezen? Ja, dat wel, tuurlijk. De uitgebreide versie is te verkrijgen bij het Emmaüshuis en het Huis van het Kind in Zottegem. En op die versie is eigenlijk onze rugzak vol troost gebaseerd. We hopen dat ze niet te veel moet gebruikt worden, maar als ze gebruikt wordt, zal ze goed van pas komen, denk ik. Ja, dat gaat zeer goed van pas komen bij onze sociale cel, maar ook bij onze andere inspecteurs die de koffer meteen kunnen meenemen. En wat vooral belangrijk is dat alle leeftijden een tool hebben om dit te kunnen verwerken. Ik ben enorm fier op onze sociale cel en natuurlijk de leiding ook dat ze dit hebben uitgewerkt. En het zal heel wat hulp bieden, maar ook voor onze inspecteurs.
inspecteurs zal het veel draaglijker zijn om het slechte nieuws bij de kinderen te brengen. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.